Dit is Van Diemt Live. Vergeet de West Wing, vergeet Borgen, vergeet Yes Minister. Echte politieke junkies die kijken rijkhalsend uit naar een nieuwe seizoen van de hitserie House of Cards. You have no idea what it means to have nothing. You don't value what we have achieved. I have had to fight for everything my entire life. Tjoe, er zit echt een junkie aan tafel. Bert de Winter, die maar wel teksten eerder uitspreken dan te geloven. Ja, ja. Ik kijk er echt heel erg naar uit. Echt al maanden. En misschien bereid je daar op een speciale manier op voor, ook als je dan toch daar nou, zo naar uitkijkt? Nou, ik moet vrijdag werken. En de persconferentie van de minister-president. En zodra die is afgelopen, dan schrijven we daar een verhaal over voor de krant. En daarna is het plankgas naar Amsterdam, naar mijn huis. En dan gaat de deur dicht. Ja. En dan gaat Netflix aan. Dan ga ik het echt zien. Ja, het is echt... Dat gaat heel snel. Als de minister-president niet opschiet, dan denk je... Nou ja, dan maar jammer. Dan even zelf een flitstukje schrijven. Ja. Oké, goed. Ja, net zo'n grote fan jullie, of niet? Ja, ik heb dit weekend ook geblokt om het seizoen te bekijken. Ja. Zeker na de teleurstelling van het vorige seizoen. Seizoen 3 viel een beetje tegen. Maar ik hoor goede geluiden over seizoen 4, dat de spanning weer terugkeert. Dus ik kan niet wachten. Het hele weekend zit ik achter de televisie. Nou, borstende ham natuurlijk helemaal. Hè? Gewoon, dat kan niet anders weg. De combinatie ook Kamerlid en natuurlijk ook... Vroeger was ik ooit... Theateracteur. Dus dan, ja, dan vind je, kijk, neem ik aan met nog andere ogen. Vond jij deel 3 ook minder bijvoorbeeld qua acteerprestaties? Nee, niet qua acteerprestaties. Die vond ik wel goed. Maar ik vond inderdaad de spanningslijnen waren wat minder goed ontwikkeld. Maar er zaten ook wel een paar memorabele scènes in, hoor. De scène bij het graf van zijn vader, wat hij dan onder... plast. Dat moet je even zeggen voor de mensen die dat niet gezien hebben. Ja, hij gaat om even een show te maken voor de journalisten. Gaat hij naar het graf van zijn vader om dat te eren. En dan houdt hij keurig de journalisten op afstand om even een eigen moment met zijn vader te hebben. En vervolgens plast hij dat graf onder om te laten zien van kijk eens wat ik heb bereikt en jij niet. Jij klootzak. Nou ja, echt een foute man. Ja. En ik ben zeker een groot liefhebber van de serie omdat ik er... Je zei het al, ik ben klassiek geschoold acteur op de Toneelacademie Maastricht. De beste toneelschool van Nederland, kan ik wel zeggen. En daar leer je nog de klassiekers, de Shakespeare's. En House of Cards, daar zie je dat echt... Heb je met al die wetenschap? Ja, inderdaad, ja. En in House of Cards herken je een aantal klassieke schurken. Je herkent Macbeth en Lady Macbeth. Claire, zijn vrouw. Ja. Als de stoker achter zijn carrière. Maar je herkent ook Richard III, waarvan Kevin Spacey, de hoofdrolspeler... en ook de schrijvers van de serie, ook van de oorspronkelijke serie in Engeland... van zeggen, dat zijn eigenlijk onze inspiratiebronnen. Dus dat maakt het ook een feest van herkenning... van klassieke monologen, klassieke verhoudingen tussen mensen. Dus even kijken hoe dat eruit ziet. Want inderdaad, Kevin Spacey speelt als Frank Underwood... zet hij inderdaad neer als een keiharde schurk, zonder scrupules. You know what I like about people? They stack so well. Would you like to hear what I want? No. 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 Impossible. Vote your district. Vote your conscience. Don't surprise me. Don't surprise me. The nature of promises, Linda, is that they remain immune to changing circumstances. I'm a white trash cracker from a white trash town that no one would even bother to piss on. I've made something of myself. I have the keys to the Capitol. People respect me. But you, I can smell the cock on your breath from here. I don't shackle myself to people I don't know. Friends make the worst enemies. When the tit's that big, everybody gets in line. I will not be lectured to the moment you walk in the door! I love that woman. Ja, overal, hè? Gewoon de harde jongen, thuis of aan het werken. Maakt allemaal niet uit. Waarom vinden we dat zo leuk? Waarom vind jij het zo leuk? Nou, omdat het natuurlijk... Het is overdreven, het is uitvergroot. Maar het geeft natuurlijk wel een interessant inkijkje in het politieke spel. En hoe dat gespeeld wordt, of eigenlijk zou moeten worden... door een echte player. Je hebt in Amerika gezeten, maar hoe het gespeeld wordt in Amerika? Of... Nou, in de politiek. Kijk, de politiek is natuurlijk een heel ingewikkeld vak. Een lastig vak met heel veel belangen. Ja. Waarin je politici nodig hebben die dat spel kennen. En het interessante van de politiek is natuurlijk... dat vaak het immorele, tussen aanhalingstekens... effectiever is dan het morele. Mensen gaan vaak de politiek in om idealen. Hè? We willen de wereld verbeteren. Maar dan merk je al snel dat in die slangenkuil die Den Haag is... maar ook Washington is, dat je moet allemaal mensen bij elkaar brengen. Je moet belangen verenigen, je moet mensen belazeren, je moet coalities bouwen. Heb je vaak mensen belazerd of niet?
graag eerlijk antwoord. Nou, het kan makkelijk. Nee, maar je moet... niet vaak. Als je kijkt naar het drama... Nee, drama wat zich in één aflevering van House of Cards afspeelt... Nee, ik heb 10 jaar in de Kamer gezeten. Misschien heb je dat allemaal meegemaakt in 10 jaar. Nou, en dan elke aflevering een concentratie daarvan. Maar ja, natuurlijk... Om je idealen te bereiken moet je natuurlijk soms ook hard zijn. Moet je soms ook wel zeggen, ja, niet met jou en wel met die. Dus dat gebeurt wel. Het is natuurlijk wel zo dat de Amerikaanse politiek... wel in het systeem anders is dan de Nederlandse politiek. Kijk, een Amerikaanse president, want daar gaat het hier over... die heeft 50% van de stemmen nodig. Dat vergt andere soorten macht. Het gaat ook over het grootste land, het machtigste land van de wereld. Dus je ziet in Nederland natuurlijk wel dat die processen zich ook plaatsvinden. Maar miniatuur, andere grootte van belangen. Maar de processen die erachter zitten, afgunst, dat soort zaken... problemen in je eigen partij, vriendschappen, wel of niet... dat komt overal voor. Maar in Amerika en ook in Engeland... waar je altijd een winnaar moet zijn om politicus te kunnen worden... in Nederland kan je ook allemaal politicus worden zonder te winnen. Het fascinerende vind ik van House of Cards... is dat er een vooropgezet plan eigenlijk is. En daar worden we naarmate de seizoenen vorderen steeds meer deelgenoot van. Ja. En ik heb nu het idee dat het plan min of meer... ontploft. Ja, ze zijn nu met uit elkaar. Althans, was het einde van het laatste seizoen. Frank is er wel klaar. Maar je kwam er in al die, seizoenen achter... dat men eigenlijk steeds op weg was naar iets nieuws. En in Den Haag, ik heb vandaag de hele dag zitten denken... wie kun je daar nou mee vergelijken in Den Haag? En ik dacht aan Wilders, ik dacht aan Verhagen, hè, die mensen sluwen. Maar ik dacht, misschien is het Asscher wel. Hey. Asscher, de man die we eigenlijk steeds zien van... ja, ik wil niet naar Den Haag. Ik blijf gewoon in Amsterdam en word vicepremier. Nee, partijleider, dat wil ik allemaal niet. En straks, misschien houdt Diederik Samson er wel mee op. En wat dan? Ja, nu moet het wel. Hè. Iedereen wil me hebben. En voor je het weet is hij straks premier. Misschien hebben we in Asscher wel onze vriend. Maar gooit geen mensen onder de metro. Dat wil ik wel bij deze... Dat weten we niet, hè? ik ben het met Wouter eens. Maar ik denk dat als iemand de Frank Underwood-prijs in Nederland verdient... is het voor mij Jan Marijnissen. Want wat Frank Underwood kenmerkt... is dat hij een hele lange termijn visie heeft. Seizoen 1 is... hoe word ik van congresman vice-president? Ja. Heeft hij... over nagedacht en hij doet er alles aan om het te worden... dan is hij vice-president. Is hij niet tevreden, dan is de volgende stap... hoe word ik president? Dan is hij president. Ja, en dan, dat is seizoen 3, dan wordt het een beetje saai. Want ja, wat is er hoger dan president? Ja, dictator misschien. Dat is er natuurlijk niet. Maar het knappe is dat hij dat dus allemaal van tevoren heeft bedacht. En dus echt schaakt... op een groot bord met heel veel stukken. Nou, even deze vergelijking in het achterhoofd. Even en dat is Jan Marijn natuurlijk ook. Die is begonnen, die had een visie en die heeft dat knap... maar ook met scherpe ellebogen en een heleboel geld. Dat is wel een verschil met Jan Marijn. Omdat we daar een leuk fragment van hebben... omdat je precies ziet hoe hij zich gedraagt als machtspoliticus... wat hij uithaalt. Kunnen we het vergelijken? Tusk is in town. He's meeting with the president in 49 minutes. He's convincing the president to change his mind. You would be making a disastrous mistake. I feel like I'm losing control of my own goddamn administration. Hit him again and hit him now. He's a dangerous man. I want him obliterated. More than that. Let's make him suffer. I don't know whether to be proud or terrified. Ja, dan denk ik even Jan Marijn. Dus. Ja, maar dit zijn allemaal dingen die achter de schermen, die zien wij natuurlijk niet. En dat is waar het spel gespeeld wordt. En daar is waar het spel hard gespeeld wordt. Want iedere keer als je Frank Underwood in een publieke setting zit in een serie... dan is hij... Een beetje een loppige leider. Beetje de. Heb jij achter de schermen wel eens zoiets meegemaakt? Ik bedoel, van je dacht, het wordt tijd dat ik dat nu een keer naar buiten breng. Ik heb het nooit gedaan, maar ik schaam me er altijd voor. Maar nu wil ik het wel eens op tafel leggen. Nou, ik weet nog wel... In 2006, toen mijn eigen partij in de grootst mogelijke problemen kwam... het ging over Uruzgan, of we daar de troepen heen moesten zenden. En dat ik toen echt momenten had dat ik mensen die ik heel erg vertrouwde... ook in mijn eigen partij... dat echt iedereen, laten we zeggen, dingen deed waarvan je dacht... dit is niet integer. Dat er al getwitterd, of nee, dat bestond niet... maar al getekst werd met journalisten... over het uitleggen van een standpunt... terwijl het standpunt nog gemaakt moest worden. Op zo'n moment dan zie je dat het spel de overhand neemt op de inhoud. En ja, dat leidde overigens ook bijna tot de vernietiging van mijn partij. En de enige manier waarop je er weer bovenop komt... om al dat soort spelletjes weer af te leggen... en gewoon te proberen bij de waarheid te blijven. Maar dan zie je wel dat dingen kunnen ontaarden.
Je ziet, ik vind de vergelijking met Jan Marijnis en Frank Underwood... ik begrijp het wel, omdat Jan Marijnis ook wel een krachtige man. Hij lijkt er ook een beetje fysiek op, hè. Maar ik vind, Jan Marijnis is ook gewoon een goed politicus... in die zin dat hij ook echt sympathiek was... en ook wel ook onsympathiek buiten de voor de schermen durfde te zijn. Ja, maar en ik vind veel meer een vergelijking. Iemand waar het ook wel eens een keertje is uitgekomen... in een televisieprogramma, dat hij twee kanten heeft, is Frans Timmermans. Hij werd toch een beetje als een soort van nationale knuffelbeer wordt gezien... En op een gegeven moment, maar als je hem achter de schermen meemaakt, dat hoor je veel. Ja, het is zijn genoeg, partij. Een rupsje nooit genoeg, is het zeker. Altijd bezig met een baan. Ja. Overigens wel een man die een goed minister was en hij doet zijn functies goed. Tuurlijk. Maar iemand die wel heel duidelijk bezig is met ergens te komen. En ook niet per definitie sympathiek was. En dat zagen we natuurlijk in het beroemde interview met jouw collega Jeroen Pauw. Ja. Waar hij na een uur lang ondervraagd te worden, het kabbelde allemaal, opeens zichzelf versprak. Over die vreselijke ramp met MH17. Ja. Waar hij op een gegeven moment zijn eigen gelijk belangrijker vond dan het onderwerp. Maar toch zien we dat er degelijk in Nederland van deze Frank Underwoodjes zijn. Ja, en we hebben gedacht, kleintjes. We hebben dus heel lang lopen zoeken. Ja. Echt, is er in Nederland iets te zien? Maar we hebben ook bij jou zijn we te raden gegaan. Ja. Je hebt iets gevonden. Kijk, je hebt dit gevonden. Roos gaat maar heen en weer. Zo, Roos. Al een mening over integratie. Nee, nog steeds niet. Jammer. Kies voor een partij met wel een duidelijk standpunt. Minder immigratie, verplicht inburgeren. De VVD kiest wel. Kiest u VVD... Ja, campagnefilmpje 2006 van de VVD, ja. Brave, kan niet. En jij vindt het toch als Hier zit een verhaal achter. Op een gegeven moment is hier in de VVD heel erg veel discussie over ontstaan. Men had de ruzie over achter de schermen. Want het was negative campaigning. En men vond dat, in sommige mensen van de campagne, die vonden dat geen goed plan. Die ruzie op een gegeven moment beslecht. Het filmpje moest naar buiten. En wat doet de spindokter van de VVD? Die gaat naar een niet nader te noemen etablissement aan het Haagse Binnenhof naar naartoe. En zegt, ja, er is een enorme ruzie over een filmpje. En ja, het is echt vreselijk. En die ruzie was al beslecht, maar hij vertelt het aan journalisten. Hij laat dat filmpje ook lekken. Vervolgens wordt er een heleboel brouhaha ontstaat. Want iedereen gaat het over het filmpje hebben. En dat vond ik een hele aardige vorm van strategisch denken. Van, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn boodschap over het voetlicht... Ik ga het doen alsof er een ruzie is. En dat... Die spindokter die zit hier echt heel erg te lachen. Die herkent het allemaal. Ja, ik, heb je het zelf ook vaak gedaan, zo dingen ingesteld? Geen commentaar. Kom op zich. Maar het aardige is, dit zijn de dingen waar je van kan genieten... als je het op televisie ziet. En als politieke fijnproever, als je zelf op Binnenhof rondloopt... wat ik nu lang heb gedaan, dan vind je dat soort dingen allemaal heel spannend. Op het moment dat je iets afstand neemt van het Binnenhof... en je ziet dat gebeuren, dan walg je ervan. Omdat je denkt, dat gaat dan zo de overhand nemen. Maar dat is nou het punt. Het gaat over een grote dilemma. En ik vind dat House of Cards dat wel goed neerzet. En dat je er echt over moet nadenken. En dat is dat als je goed politiek wil bedrijven... dan moet je bereid zijn om vuile handen te maken. Zeker. En eigenlijk wordt dat het beste gesimuleerd in de openingsscène... de eerste 30 seconden van aflevering 1 en seizoen 1... als Frank Underwood een hond wurgt met zijn blote handen... en in de camera zegt... Luister eens, soms zijn er mensen nodig, en dit is één zo'n moment... dat je je handen vuil moet maken. En er komt nog bij, de symboliek is daar geweldig. Dat is een van mijn favoriete openingsscènes. Want Truman heeft ooit gezegd... If you need a friend in Washington, get a dog. Dus vanaf het begin is de boodschap helder... voor Frank Underwood is niemand veilig. Zijn vriend, ja. Weet je, want hij is gefocust op één ding, macht... En waar ik wel benieuwd naar ben in seizoen 4... want hij is ook een beetje gebaseerd op Lyndon Johnson... een beroemde echt machtspoliticus-president... die op het moment dat hij die ultieme macht kreeg... die was zo corrupt als de neten, verkiezingen gestolen, zwart geld... Je kunt het zo gek niet bedenken. Maar toen hij president werd, was hij een historische figuur... civil rights doorheen gekregen... gebruikt hij die macht om zijn idealen door te zetten. Ja. En waar ik echt in seizoen 4 nu benieuwd naar ben... is zie je ook een transformatie dat Frank nu... in de gaten heeft, ik zit in de hot seat, ik heb nu de macht... dat hij ook het goede gaat doen. En dat hij niet te veel wordt afgeleid door de...
de scheiding van zijn vrouw. Want ik denk dat dat ook nog wel interessant wordt. Hè. The hell has no fury but a woman scorned. Ja, om even bij Shakespeare te blijven. Exact. Ja, we moeten niet verklappen wat er gaat gebeuren. Ik heb al iets gehoord namelijk. Maar dat vind ik, wil ik de mensen niet aandoen, want dan kijk je toch met... Ik heb het idee dat jij dat toch... Ik heb genoeg in schep om dat wel te doen. Ik kan het niet maken. Nee, ik kan echt niet maken. Waar gaan jullie kijken? Jij hebt het al verklapt. Wat gaan jullie doen als je zegt, ook de hele weekend... Nou, vrijdag, eind van de dag, laptop gaat uit. En ik ga met mijn vriendin voor de buis zitten. En we zullen niet rusten tot we alle afleveringen gebingeviewd hebben. Zoals de nieuwe traditie is. Heerlijk. Oh, heel gezellig. En wat ga jij doen? Ik ga hem ook vrijdag beginnen te kijken. En dan heb ik vrijdag en zaterdag heb ik allemaal werk. Maar zondag zet ik dan het uit. En dan voor het eind van het weekend heb ik het helemaal gezien. Wat een heerlijk weekend. Oké, okay. En je houdt echt je mond ook na afloop. Zodat ik je niet ga vertellen. Oké, okay. Goed. Heren, dank jullie wel. Veel plezier komend weekend dus. Dit was Van Lien Bluif. En ik ben er morgenavond weer om 10:00. Ik wens u nog een heel fijne avond. Oké, okay, leuk.